Ik ben Hanneke van Dorenmalen. Ik ben gehuwd, ik heb een zoon en een dochter. Ik ben lijsttrekker van Trots op Nederland, die meedoen in maart 2010 aan de gemeenteraadsverkiezingen. U bepaalt ons programma. Onvrede met de huidige politiek? Stem dan op de nieuwe politiek, want daar staat Trots voor. Geen plusplakkers. Door, voor en met u bepalen wij graag wat goed is voor onze stad en de omliggende dorpen. Trots is betrokken, betrouwbaar, besluitvaardig en niet in de laatste plaats helder. Trots schroomt niet om iets bij naam te noemen. Trots wil niet gedogen, maar handhaven. Trots op Nederland, lijst 10. Trots op Nederland tolereert niet dat er geweld wordt gebruikt tegen de politie en de zorgverleners. Trots op Nederland, regels zijn er om de mens te dienen. En niet andersom. Trots op Nederland, lijst 10. Trots wil dat onze zieken goed worden verzorgd. Trots moet daar niet op in. Je vraagt niet om ziek te worden. Ik ben Hanneke van Dorenmalen. Ik ben lijsttrekker van Trots op Nederland. Die meedoen in maart 2010 aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onderwijs moet beter. Maar de onderwijzers, die bepalen dat zelf. En de euro, die kunnen we maar eenmaal uitgeven. In de crisis moeten we keuzes maken. Minder regels en minder ambtenaren. Vrije winkeltijden, ook voor de horeca. En meer bevoegdheden voor de wijkraden. De wijkbewoner bepaalt. Hun initiatieven zijn leidend. En iedere wijk een eigen wijkagent, een wijkverpleegster en een wijkloket. Denk nieuw, ook in het openbaar vervoer. Ik ben Hanneke van Dorenmalen. Ik ben gehuwd, ik heb een zoon en een dochter. Ik ben lijsttrekker van Trots op Nederland. Die meedoen in maart 2010 aan de gemeenteraadsverkiezingen. U bepaalt ons programma. Onvrede met de huidige politiek? Stem dan op de nieuwe politiek, want daar staat Trots voor. Geen plusplakkers. Door, voor en met u bepalen wij graag wat goed is voor onze stad en de omliggende dorpen. Trots is betrokken, betrouwbaar, besluitvaardig en niet in de laatste plaats helder. Trots schroomt niet om iets bij naam te noemen. Trots wil niet gedogen, maar handhaven. Trots op Nederland, lijst 10. Trots op Nederland tolereert niet dat er geweld wordt gebruikt tegen de politie en de zorgverleners. Trots op Nederland, regels zijn er om de mens te dienen. En niet andersom. Trots op Nederland, lijst 10. Trots wil dat onze zieken goed worden verzorgd. Trots moet daar niet op in. Je vraagt niet om ziek te worden. Ik ben Hanneke van Dorenmalen. Ik ben lijsttrekker van Trots op Nederland. Die meedoen in maart 2010 aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onderwijs moet beter. Maar de onderwijzers, die bepalen dat zelf. En de euro, die kunnen we maar eenmaal uitgeven. In de crisis moeten we keuzes maken. Minder regels en minder ambtenaren. Vrije winkeltijden, ook voor de horeca. En meer bevoegdheden voor de wijkraden. De wijkbewoner bepaalt. Hun initiatieven zijn leidend. En iedere wijk een eigen wijkagent, een wijkverpleegster en een wijkloket. Denk nieuw, ook in het openbaar vervoer.